Nou gezinsherinnering is natuurlijk heel belangrijk voor de statushouders die in onze gemeente zitten. Want dat maakt dat mensen ook beter weer op hun plek zijn en dat is gewoon superbelangrijk. Er zitten heel veel juridische aspecten aan, het is een heel ingewikkelde procedure. En daar waar je vanuit welkom onvoldoende expertise hebt, is het de bedoeling dat ze Vluchtelingenwerk Nederland kunnen inzetten. Tot op heden heeft welkom dat uh, zelf kunnen doen. Uh, ze hebben nu, weet ik, een situatie waarin het wat ingewikkelder is. Ja, en dan uh, is het handig dat je een, uh, een organisatie achter de hand hebt die je heel makkelijk kunt inzetten. Hoe belangrijk is zo'n zo buffer? Nou, het is heel prettig om te weten, als je er zelf niet uitkomt, uh, om, om terug te kunnen vallen op uh, mensen die dat wel kunnen. Dus dat is gewoon heel prettig. Ja. Wat maakt de gezinshereniging zo moeilijk? Nou, het hangt sowieso van de afkomst af van het land van herkomst. Dus uh, uh, bijvoorbeeld de Eritreese mensen hebben het moeilijk omdat er vaak geen papieren zijn die geldig zijn hier in, uh, in Nederland voor de IND. En de Syrische mensen gaat het vaak wat makkelijker omdat die wel gewoon goede documenten hebben. Om hoeveel gezinsherenigingen gaat het dan in 2018 in Mondverland? Het gaat om ongeveer 15 gezinsherenigingen voor dit jaar. Ja. Is dat veel? We hebben natuurlijk uh, de, vorig jaar en het jaar ervoor heel veel mensen deze kant op gekregen. Dus, en daar komen nu al die gezinsherenigingen vandaan. Dus het is wel veel. Ja, ja en wat moet het voor, voor Mondverland zelf opleveren? Ja, We hebben statushouders, die hebben wij opgenomen en daar hebben wij zorgen voor. En uh, voor ons is het belangrijk dat die mensen zo snel mogelijk in onze samenleving integreren. En daar waar jouw gezin ook te, uh, naar ons toe komt, is dat alleen maar goed. En per wanneer zijn dan al die 15 gezinnen herenigd hier in land? Ik hoop voor de gezinnen dat dat natuurlijk dit jaar uh, echt gaat plaatsvinden. Maar ja, dat hangt gewoon heel erg af van de IND. En in hoeverre hun papieren in orde zijn. Uh, ja. Dus dat is een lastige kwestie.